Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekt nog bewolking over Nederland, meest actief in het noorden en oosten, en daar valt dan ook de meeste neerslag. In de ochtend wordt het heel langzaam op de meeste plaatsen droog. Het blijft nog wel wat druiderig met temperaturen van zo'n 4 tot 7 graden. En wat dat betreft komt er vanmiddag ook niet heel veel bij. Ik denk dat we in het noordoosten op 3 of 4 graden blijven hangen. In het zuidwesten kan het nog wel 8 graden worden. De wind is eerst zuidwest, draait in de loop van de middag naar een noordelijke richting en zal meest matig van kracht zijn. Vanavond begint de wind langzaam wat af te nemen. De meeste neerslag is dan echt het land uit. Het blijft wel bewolkt en de temperaturen dalen in de avond naar 3 tot 6 graden. In de nacht kan de temperatuur lokaal dicht bij het vriespunt komen. Morgen dan 4 tot 7 graden. De meeste zonkans in het zuiden, maar ook daar vrij veel wolken. In de rest van het land meest bewolkt, meest droog ook. En weinig wind uit uiteenlopende richtingen. Dan wordt het zachter de dagen daarna. Woensdag in het zuiden al 10 graden en de dagen daarna op veel plaatsen in ons land maxima in de dubbele cijfers. Het is licht wisselvallig met van tijd tot tijd wat lichte neerslag, maar later in de periode ook kans op een beetje zon. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.